komt, zijn wij actief om direct te oogsten. En dan gaat het zo snel mogelijk naar de klant. Als je goed bent voor je grond, krijg je er ook veel voor terug. Daar doen we ook heel erg ons best voor om het verschil te maken. Het is eerst geven en dan iets terugkrijgen. Babyleaves is een teelt van diverse plantjes. Het kan ook kruiden zijn, het kan koolsoorten zijn, het kan sla zijn. En het is meer een manier van telen waarbij je vanuit zaad een plantje teelt. En dat je dan, als het er een steeltje komt, dat je het steeltje afsnijdt en dan heb je een babyleaves. En voor mij is de uitdaging om de chefs te inspireren om nieuwe blaadjes naar voren te brengen die net weer een andere smaak hebben, waar hun ook weer het verschil mee kunnen maken. Dat je goed bent voor je gewas en dat je het beste wilt bereiken, dan lever ik in qua opbrengst, maar ik krijg er heel veel meer voor terug. Elke dag vers gemaaid en mijn gewas staat er goed bij en het zonnetje en de regen werkt allemaal een beetje mee. Nou, dan ben ik een gelukkig man. Mensen op deze aardbol, er is er maar één van. We willen allemaal gezond oud worden. En waarom zou je aan de andere kant van de wereld producten gaan halen als het hier beschikbaar is? Het is toch belangrijk dat die volgende generaties eigenlijk ook kunnen genieten van die mooie producten en de mooie grond die we hier hebben. Dus dat moet je echt koesteren.